Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Hins. Vertel eens. Hey, Hins, op de bank zitten weer drie kandidaten en die gaan zo meteen weer raden wat ik ga uitbeelden. Maar even vragen, wie zijn die drie kandidaten? Stelt u zich even voor. Wij? Ja, natuurlijk, jullie. Ja. Wie anders? Er zijn toch veel... Ja, natuurlijk, wie ben je? Nou, ik ben een broer van hem. Ja. En hij is een broer van hem. Zo zit het eigenlijk. Ja. Dus als je een groep begrijpt is, hij is een broer van hem. Ja. En hij is een broer van hem. Nee. Ja, dat is een vergissing. Die maken veel mensen. Ja, ik ben een broer van hem. Ja. En hij is een broer van hem. Ja, zo is het eigenlijk. Ja. 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 Als hij een broer van hem is, dan is hij toch ook een broer van hem? Nee. Toch? Nee, dat ben ik. Dat is hij. Ben u over de hoep, we gaan eens lekker beginnen. Wat is de bedoeling? De bedoeling is, ik ga iets uitbeelden. Hij gaat iets uitbeelden. Wat gaat hij uitbeelden dan? Ik ga even vragen, wat gaat u uitbeelden? Wat precies? Ja, wat? Dat moeten jullie raaien. Dat moeten wij raaien. Ja. Ja. Wat moeten we dan raaien dan? Ja. Wat hij gaat uitbeelden. Wat gaat hij dan uitbeelden? Ja, ik ga even vragen. Wat moeten wij raaien dan? Wat is precies? Ik pak een kaartje. Daar komt hij. Ik zie het al. Hoe heet ze? Loretta. Heel bekend. Wie? Ja, Loretta, ik zie het ook. Loretta. Die bekende van het nieuws. Ja, dat is Loretta. Die zit altijd naast die man met het haar door. Is dat Loretta? Ze leest bijna elke avond het nieuws voor. Ja, dat is Loretta. Loretta, dat zeg ik. Loretta. Dat je zei Fred Emmer. Nee, ik zei Loretta. Is het Loretta? Loretta. We zijn helemaal nog niet begonnen, hoor. Loretta. Ik moet er komt pas. Er komt nu pas eerst een aanwijzing. Komt-ie. En... Snijbonenmolen. Snijbonenmolen. Dat komt niet goed, hoor. Je moet hem met je vingers in je neus duwen. En dan draai je zo. Ik doe helemaal geen snijbonenmolen na. Dit betekent... film! Snijbonenmolen. Dus daarom zeg ik het ook. Dat moet je goed op te houden, hè. Dus, goed op. In je neus. En die heeft... 1, 2, 3... bloedtransfusie. Ja. Jawel. 1, 2, 3. 3 bloedtransfusie. Oh, kan ook. Maar dan bloedtransfusie. 3 lettergrepen. 3 lettergrepen? Lettergrepen? Die film ken ik niet. Nee, ik ken wel die film van de Drie Musketeers. Die film. Ik bedoel u een film. Het is een film met 3. De titel, in de titel van de film zitten 3 lettergrepen. Zoals bijvoorbeeld in Titanic. Ja, Titanic. Zo? Ja, Titanic, ja. Klaar. Je moet toch eerst wachten tot ik een aantal gegevens heb gegeven. Je kunt er niet gelijk de titel gaan zeggen. Wist, dan krijgen we er ook een half uur vol. Het is de eerste keer dat we meedoen. Ik pak een nieuw kaartje. Komt die goed op met een nieuw kaartje. En niet gelijk de titel zeggen, wachten tot ik meer aanwijzing heb. Attentie, dan gaan we weer. Gezien. Ja. Weer een snijbonenmolen. Film! Ik dacht, ik wou zeggen, u doet hem weer niet goed na. Je moet hem met je vingers in je neus doen. Ik moet een snijbonenmolen na moeten doen, hoor. Film! Nou, dat zie je wel. Film! 1, 2, 3, 5. Ja. 5. Is het een homofilm? Vijf lettergrepen! Ja, dat betekent het. 5 lettergrepen. Ja, de 5 lettergrepen. Zoals bijvoorbeeld in The Sound of Music. Bijvoorbeeld. Sound of Music, zo sorry. Ja, zo moeten wij raaien. Dat is. Wat nou weer? Ik moet toch eerst even doen van... klinkt als, ruikt naar, lijkt op, je geeft dat pas een antwoord als ik... Ik pak alweer een nieuw kaartje. Ik wist niet dat er dingen voor ik zit er voor nieuwe opgave. Van tevoren weet. Nou, wat is het? Wat is een nieuwe opgave? Het is toch niet waar, hè? Ongelooflijk. Hoe mogelijk? Wat is het? Deze is wel heel erg makkelijk. Die raaien jullie zo. Wat is het? Ik doe hem na. Je kunt daar gelijk zeggen, dan zijn we er wat. Daar komt hij. En... Ik zou...
Ik zeg niks. Ik ook niet. Ik kan niet. Ik begin het niet. Nee, nou, het is vanavond al 100 keer gezegd. Ja, zo is het. Ja. Zal mij niet horen. Nee, joh. Mij ook niet. Kom op, nou, zeg het. Nou, mevrouw Kuil. Schiet op. Wat is dit? Wat doe ik? Kom op, nou. Puntenslijper. Jullie toch geen puntenslijper. Wat ga ik nou te doen? Ik hoor het de hele avond al zeggen. Kom op, nou. Ik heb het al een paar keer gehoord. Zeg het. Nou, wat is het? Nou, als u belooft niet boos te worden, hè? Ja. Nee, ik word niet boos, als je het maar zegt. Oké. Okay. Wat doe ik? Nou, kom op. Wat doe ik na? Loretta. Wie is Loretta? Goedenavond. Wie is dat dan, die Loretta?